Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Je hebt eventjes geen video van mij gezien. Ik vind het namelijk niet erg zinvol om video's te maken puur voor het maken van de video. Een video moet wel inhoud bevatten die ook nuttig is. En vandaag hebben we weer zo'n video met wat nuttige informatie. Vandaag gaan we het hebben over het kalibreren van je retraction settings. In Basic gaat het een beetje over het effect stringing. Stringing is wanneer je twee pilaren maakt. Je weet, een 3D-printer legt laagjes op elkaar. Dat betekent dat die van pilaar naar pilaar moet gaan springen. En op het moment dat je daar zo'n soort van spinnenweb tussen gaat krijgen, dan heet dat stringing. Dit zijn retraction settings waarmee je hier de zaken kunt verbeteren of verslechteren. Als ik kijk in mijn slicer software, Slick 3R, maar zeer zeker ook Cura en andere slicer programma's, die hebben bij retraction vaak een hele rits met instellingen die je kunt veranderen. In dit geval echter gaan we er twee uithalen. Die twee settings waar het om gaat bij retraction, dat is A, hoeveel millimeter filament er teruggetrokken, dus retraction betekent terugtrekken, hoeveel millimeter filament er moet worden teruggetrokken, dat is één ding. En het tweede waarin we zijn geïnteresseerd is de snelheid waarmee dat gebeurt. Nou heb ik, zoals je misschien wel weet, een Prusa i3 MK3. En daarbij wordt een speciale versie van Slick 3R geleverd. Eigenlijk met zijn standaard settings erin. Echter, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want die retraction settings die zijn deels printerafhankelijk, maar daarnaast ook nog eens materiaalafhankelijk. Sterker nog, als jij met PLA print, dan kan het ene merk PLA een andere retraction setting nodig hebben dan een andere merk PLA. Kortom, tijd om dat te gaan kalibreren. Basic kan ik zeggen dat in mijn Prusa de settings die daarin staan, dat is een retraction setting in de zin van millimeters, 0,8 millimeter. Dat is op zich al een absoluut rare waarde, want als je gaat kijken in websites wat ze daar schrijven in de algemene zin, dan is die retraction waarde in millimeters tussen de millimeter en de 20 millimeter. Dus 0,8 zit daar eigenlijk al onder. Desalniettemin vond ik het, omdat ik toch redelijk wat van die spinnenraggen kreeg, wel zinvol om daar eens mee te gaan spelen. Het tweede, dat is die speed, die stond bij mij op 35 millimeter. Dat zal 35 millimeter per seconde zijn. 3,5 centimeter dus. Oké, prima. We gaan eerst wat ik heb gedaan. Ik heb een ontwerp gemaakt in Fusion 360. Eigenlijk een plat plastic plaatje met afgeronde hoeken. 2 mm hoog en dan 4 bij 6 centimeter. 1 centimeter uit de zijkant heb ik in het midden aan beide kanten een pilaar gemaakt van 5 centimeter hoog. Met een diameter van 0,7 mm. Nou, die 0,7 dat had voor mij ook een centimeter mogen zijn. Maar om de printtijd wat lager te houden, heb ik voor 0,7 mm gekozen. En het eerste wat ik gedaan heb, is toen maar eens gewoon op zijn standaard settings een print gemaakt. En het is niet helemaal eerlijk wat ik ga laten zien. Want ik heb een heel klein beetje van die spinnerag verwijderd. Maar ik ga het toch even tonen. Dit is die basic setting in die slicer software en je ziet het spinnerag. Je ziet ook, dat zal je opvallen, ik zei namelijk, het zou namelijk hier tussen die twee paaltjes heen en weer moeten gaan. Dat klopt normaal gesproken ook. Alleen, ik gebruik Octoprint en daarnaast gebruik ik de Octolabs software en die is ervoor om timelapses te maken van mijn printer. En dat betekent dat die elke laag eventjes helemaal naar schuin linksachter in het bed beweegt. En met hem bedoel ik de extruder.
Natuurlijk, dus degene die het plastic uitgooit, die gaat schuin naar achter. Waardoor je niet tussen die twee paaltjes de lijntjes heen en weer ziet gaan, maar die eigenlijk van schuin achter komt naar die paal rechts voor. Vandaar dat we zometeen ook steeds die, dat spinnenweb aan de rechterkant achter zullen zien zitten. Maar dit is dus de basic setting zoals mijn slice-up programma heeft. 0,8 mm in afstand en 35 mm per seconde. Het eerste wat ik heb gedaan, ik ben eens gaan experimenteren met die 0,8 mm. Let op, ga niet allebei de waarden tegelijk experimenteren. Want dan weet je eigenlijk niet welke nu voor de verandering gezorgd heeft. Dus het eerste wat we gaan doen, we gaan met die waarde van die 0,8 spelen. Het eerste printje wat ik gemaakt heb, en eigenlijk zien we al wat er gaat gebeuren. Ik heb namelijk die 0,8 mm verhoogd naar 15 mm. 1,5 mm, ik moet goed zeggen natuurlijk. Naar 1,5 mm. Die 35 heb ik op 35 gelaten. En kijk wat er gebeurt. We krijgen een hele lading stringing. Echter, ik zei al, ik had bij de vorige stringing verwijderd. En zodoende heb ik besloten om toch nog even verder te gaan. Verder omhoog, dus die 1,5 mm te gaan verhogen naar bijvoorbeeld een waarde als 2 mm. En het resultaat, je ziet het, een heleboel stringing. Omdat ik op sommige websites ook las dat het vaak wel richting de 3, 4, 5 mm ging, ben ik toch nog verder omhoog gegaan. En wel naar 2,5 mm. En kijk, het resultaat misschien nog wel slechter als dat het daarvoor was. Nou, dat gaf me in elk geval de conclusie dat ik niet met die waarde omhoog moest, maar eerder omlaag. En ja, dat klopte. Want als ik nu die waarde naar 0,5, hij kwam van 0,8, weet je nog, dan was dit hier het resultaat. En je ziet eigenlijk nauwelijks nog stringing. Je ziet wel ruwheid op die pilaar, maar de stringing is voor een heel groot gedeelte al weg. Oké. Dus dat was mooi. Vastgesteld dat de afstand die die stringing moest gaan doen geen 0,8 moest zijn, maar eigenlijk lager. Misschien zelfs nog wel lager als die 0,5, maar ik durf eigenlijk niet goed dieper te gaan. Maar dat was maar één deel van die calibratie. Het andere deel van die calibratie was de snelheid waarmee dat filament wordt teruggetrokken. En die stond op 35. Dus dat zijn we maar eens gaan verhogen. Ik ben het gaan verhogen naar 40. Het resultaat is bijna hetzelfde als die 35, maar wel iets meer stringing als je goed kijkt. Oké. Toch verder experimenteren. Naar 45 dan. 45 mm. En we zien nu ook werkelijk weer een soort van spinnenrachje ontstaan. Niet extreem, maar hij ontstaat wel. Toch nog een stapje verder. Naar 5 centimeter, oftewel 50 mm. En nu zien we ook werkelijk weer spinnenrag in het midden ontstaan. Zie je dat? Dat betekende dus dat als ik de snelheid verhoogde, dat het resultaat minder werd. Nou, misschien wordt het dan tijd om, dan de snelheid eens te gaan verlagen. Nou, dat hebben we gedaan. 0,5 mm dus, maar nu bij een snelheid van 30, dus niet van 35, maar 30 mm. En we zien dat het resultaat eigenlijk beter wordt. Ja, we zien natuurlijk die ruwheid of die pilaar. Maar die zat op die van 35 mm, die ik er even nu ga laten zien, zat dat ook. Zie je dat? Dus dat was eigenlijk hetzelfde zo'n beetje. Dus 30, in mijn optiek zelfs nog ietsje pietje beter als die 35. Toen ben ik nog verder gegaan naar 25 en wat zien we? Als je goed kijkt, zie je weer wat spinnerag verschijnen. En dat betekent dat zeg maar die snelheid opvoeren, omlaag brengen naar 25 mm was ook niet het beste idee.
Daaruit heb ik voor mijzelf vastgesteld dat voor mijn Prusa i3 MK3 met Aeson PLA de beste setting eigenlijk die setting was die ik net al even liet zien met 0,5. Ja. En met vervolgens 30 mm. En dat heb ik als standaardwaarde in mijn slicer ingesteld. Hiermee zou in elk geval de stringing, want die zagen we bij de oorspronkelijke waardes. En toen zei ik al, ik had het nodige verwijderd. Je ziet dat die stringing duidelijk minder geworden was bij diegene die ik nu als standaardwaarde ga gebruiken. Zo, daarmee heb ik in feite de retraction gekalibreerd. Ja, er zijn nog meer functies die je kan gebruiken om retractie te kalibreren. Daar ga ik verder nu niet te veel mee doen. Ik was al niet ontevreden met wat mijn printer deed. Ik wou alleen die stringing wat verlaagd hebben. En daar ben ik dus in geslaagd door die kalibratie uit te voeren. Ik hoop dat deze video leerzaam was. Het toont wederom aan dat het kalibreren van je printer een van de belangrijkste dingen is die je moet gaan doen. Ik wens je daar succes mee en tot een volgende keer. Dag.